Het is vandaag dinsdag en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Vandaag werken van 10 tot 6 in de winkel. Ik ben vanmorgen wel weer sporten. Even lekker gedoucht, make-up gedaan en zo. Ik moet me alleen even omkleden. Ik ga over een kwartier weg. En ik heb echt geen zin. Ik weet echt niet wat ik heb, maar vandaag en gisteren en zondag eigenlijk ook al een beetje voel ik me echt... Gewoon denk ik door dat het weer buiten zo koud en winter. Ik hou niet van de winter. Gewoon lekker zon. Maar goed, ik moet eigenlijk maar ook echt even stijlen nog dit. Maar daar heb ik zo geen zin in. Ik ga het gewoon lekker niet doen. Ik ga even mijn tas pakken met al mijn spullen voor naar werk. En dan ga ik lekker werken vandaag. Ik ben in de winkel. En ik ben nog eventjes aan het ontbijten, want dat had ik vanmorgen nog niet gedaan. Maar ik denk dat vandaag echt een super rustige dag gaat worden. Dus altijd op dinsdag is het best wel rustig. Maar het weer buiten is zo koud en grauw. Ik denk dat niemand nu voor salon in de stad gaat lopen. Maar we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Ik ga even mijn ontbijtje opeten. We hebben kwark met hagelslag en muesli. Het ziet er niet heel lekker uit, maar het is echt heel lekker. Echt een tip om door je kwark pure hagelslag te doen. En gewoon net alsof je schatje Stella ijs aan het eten bent. Het is echt heel lekker. De dag zit er weer lekker op. Ik ga lekker de kassen afsluiten, winkel afsluiten en ga ik lekker naar huis. Ik ga wel gelijk eventjes door naar Albert Heijn om boodschappen te doen. Want Dagmar en ik gaan vanavond gehakt salsa wraps eten. Dus daar ga ik even dingetjes voor halen en dan ga ik even voor ons koken. Maar ik ga eerst de kassen afsluiten en lekker gaan. Naar huis. Ik ben thuis van werk en heb even lekker gegeten in mijn dag. Toen ik thuis kwam, was er een pakketje binnen van bij Mas. Daar had ik namelijk twee dingetjes besteld. Heel erg leuk voor de zomer. Ik zag dit in die leuke kleurtjes. En ik dacht, nou, dit wil ik hebben. Ze verkopen dus allemaal verschillende merkjes. En waaronder ook Harper & Eve. Kijk even hoe leuk dit ingepakt zit. Geweldig dit. Echt leuk. Echt een cadeautje. En ik had er dus een topje gezien. En een jurkje. En die leek me heel erg leuk. Ik weet niet wat hier is. Dit zakje. Hallo. Net aan het vloggen. Ik weer werd even onderbroken. Maar er zit dus een kaartje bij. Van hoe je het schrijft. Bij Mas en Lex. Een heel leuk notitieboekje. Van Harper & Eve. Harper & Eve. Geen idee. Ik ga ook meenemen naar werk. Kan ik lekker alles opschrijven. En hier hebben ze het in ingepakt. Deze kleuren zijn toch al geweldig. Ik heb allereerst zo'n soort tanktop dingetje besteld. Heb je natuurlijk ook altijd bij de Zara, maar bij deze staat er dan Harper & Eve op in een maatje XS. Vond ik wel heel erg leuk voor van de zomer. Lekker groen kleurtje als je lekker bruin bent. En deze was €35. En de camera is leeg, dat is ook leuk. En dan nog echt een heel erg leuk jurkje. Het is niet echt helemaal iets voor mij, maar ik dacht een keertje wat anders voor deze zomer. Ook in een XS en deze is 90. Echt een super leuk jurkje. En hier kan je dit knoopjes ook nog los doen. Dus dat vind ik wel leuker, dat hij een beetje wijd zit. Dus dit ga ik even aantrekken en aan je laten zien. Als allereerst het topje. Hij is hier wel een beetje aan de wijde kant, maar ik vind het op zich niet erg. Ik vind het op zich ook wel leuk. Ik kan hem natuurlijk ook nog zo naar binnen slaan. Ook op zich wel grappig. Of ik moet een keertje het wassen. Maar het kleurtje vind ik echt heel erg leuk. Ik vind het ook leuk dat dit hier zo staat. En aan de achterkant zit hij gewoon zo. Chill voor de zomer. Dit is dat jurkje. Hij is eigenlijk best wel een beetje groot voor mij. Kijken of ik kan laten zien. Eigenlijk wordt hij dus zo. Maar dan vind ik hem wel een beetje een grote zak. Dus dan trek ik hem zo iets omhoog. En dit knoopje kan je dus ook nog los doen. Dus dat vind ik hem wel leuk voor het strand of zo. Helemaal leuk die kleurtje. Ook leuk als je weer wat bruiner bent. En een leuk bikinietje eronder. Vind ik dit wel een heel erg leuk jurkje. Ik keek dus nog even snel in de spiegel voordat ik hem wilde uittrekken. Maar hoe ik hem ook leuk vind, is om hem zo over je schouder te dragen. Dan vind ik hem alweer veel leuker of zo. Met die grote mouwen. En dan zo gewoon een beetje over je schouders heen. Ja, nu vind ik hem wel leuk. Het is vandaag donderdag. En ik heb zo meteen
Ik bel er zoveel. Ik moet even terugbellen. Maar ik ga eventjes snel een foto maken met Zoe. Ik moet eventjes pakketjes voor Viool inpakken. En dan hebben Zoe en ik om 2:30 een bezichtiging. Zo, even niet aan mijn woorden. Voor een kantoor. Dus dat is echt superleuk. Camera's leeg. Is ook top. Echt fijn. Ik ga proberen nog met deze door te filmen. Anders wordt het met mijn telefoon. Maar best wel een leuk dagje. Ik ben vandaag lekker vrij van werk. Dus helemaal zin in. Ik ben vandaag echt de slechtste vlogger ooit. Ik zie er ook echt niet meer uit. Ik heb mijn make-up eraf gehaald. Maar mijn camera was natuurlijk leeg. Maar het was echt een gezellige dag met Zoe. Ik vond het echt leuk. We zijn bij een kantoor bezig kijken. Ik zal eventjes een foto in beeld zetten. We zijn toen in september zijn we al bij een kantoor bezig kijken. Die was echt perfect. Het licht was mooi. Witte muren. Een vissengatvloer volgens mij. In ieder geval een hele mooie vloer lag erin. Alleen die vrouw ging er toen uiteindelijk niet uit. Dus konden wij er niet in. En dit kantoortje zat dus daarnaast. En in principe is het licht prima. Alleen de muren zijn lichtgrijs en de vloer is tapijt, zoals jullie op de foto konden zien. Dus ja, we hebben gevraagd of we dat misschien kunnen aanpassen. Of we er zelf een laminaatje in mogen leggen en de muren mogen verven. En als dat kan, zien we het eigenlijk wel zitten. We willen gewoon heel erg graag een kantoor voor YouTube en Insta. Zodat we gewoon daar lekker alles kunnen doen. En gewoon echt dagen in kunnen plannen. Zodat we het ook echt als werk gaan zien. In plaats van een hobby en het misschien wat serieuzer nemen. Bijvoorbeeld elke maandag ben ik vrij van werk. En dan het liefst zou ik gewoon sowieso elke maandag naar dat kantoor willen. Ik ga video opnemen. We kunnen daar stories maken. We kunnen daar onze pakketjes naartoe laten versturen. Zoe heeft met haar zus heeft ze een stylingbedrijf om events mee te stylen. Dus daar kan ze opslag kwijt en zo. Dus het is gewoon heel erg handig. Dus daar gaan we nog eventjes op wachten of op reactie of dat kan en mag. Maar goed, ik had dus bij Litchi heb je dus dat je jurkjes kan verhuren. Maar je kan dus ook jurkjes zeg maar bij hun kopen, want dat verhuren doen ze dus niet meer. Alleen nog een boobtape en al die andere dingen heb ik ook een TikTok over gemaakt laatst. Of voor op het Litchi account. En ik heb daar dus een jurkje gekocht. En die ga ik jullie laten zien. Het kwam binnen in deze mega grote doos. En zo excited als ik was, heb ik hem overgescheurd. Maar ik heb dus een jurkje gekocht van het merk Charo Roos Ibiza. Geen idee of ik dit goed uitspreek. Maar het is dus dit jurkje. Ik vind hem zo leuk voor van de zomer. Zo mooi. Ik heb hem in een XS. Ik heb hem net gepast. En hij zit echt perfect. Hij zit echt heel erg mooi. En normaal als je deze op hun eigen website koopt. Is deze €500. Verklaar me voor gek. Ik heb het ook niet gedaan. Maar normaal is deze €500. En je hebt hem ook echt nog in allemaal super andere leuke kleurtjes. De kwaliteit is wel echt. Echt heel goed. Maar ik heb hem dus bij Litchi gekocht voor 140. Dus hier ben ik echt heel erg blij. Ik zag het al helemaal voor me straks op vakantie. Lekker met leuke Chloe slippertjes eronder die ik vorige week bij mijn verjaardag heb gekocht. En dan een Chuck Mustersje erbij. Helemaal leuk. Ik ga hem nog wel eventjes voor jullie snel aantrekken. Ik heb hem nu aan en hij is best wel een beetje tuttig. Niet helemaal wat ik normaal zou dragen, maar voor de zomer als je lekker bruin bent vind ik dit gewoon echt heel erg leuk. Kijk. En je kan die mouwtjes dus zo dragen. Heel schattig. Maar je kan ze dus ook nog zo opzij dragen. Ik vind het gewoon zo schattig. Als je lekker bruin bent in de zomer. Lekker lang blond haar. Ik ga binnenkort weer extensions zetten. Opnieuw. En dan ga ik ze eventjes een stukje langer doen. Heel veel zin in. Lekker slippertjes erbij. Leuk tasje erbij. Kijk. Ik wil dit tasje erbij. Helemaal schattig. Ik kan hem dus op 2 manieren dragen. Ja, ik vind dit echt helemaal leuk. Ik moet eerlijk zeggen, €500 had ik er echt niet voor uitgegeven. 140 is ook nog wel een beetje veel. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Oh, hij zat niet helemaal goed. Er zit dus ook nog een onderhokje onder. Zodat dit niet doorschijnt. En hier aan de zijkant heb je gewoon een hele rits die open kan. Ja, ik vind dit heel schattig. Helemaal blij mee. Morgen moet ik weer werken van 10 tot 6. En dan in de avond ga ik naar Sterren van Holland. Dat is een feest in Ahoy. Ik ben daar dus 3 jaar geleden een keer geweest. En ik vond het echt, echt geen leuk feest. Maar morgen gaan we er met een hele groep naartoe. Dus dat is wel gezellig. En het is ook gewoon een leuke groep. Dus ik denk dat het wel leuk wordt. Piep gaat ook.
Dus dat is ook leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ik moet zaterdag wel gewoon werken. Dus ik ga het niet al te gek en al te bont maken qua drank. Dus ja. Het is vandaag vrijdag en ik moet vandaag werken van 10 tot 6. Ik heb nog geen make-up op, alleen mijn wenkbrauw gedaan. Omdat ik met make-up aan het eind van de dag op werk doe, want dan zit het vanavond beter. Want ik ga natuurlijk vanavond naar Sterren van Holland. Sterren in Holland. Geen idee. Maar als ik nu mijn make-up doe en dan vanavond eraf haal en dan weer opnieuw doe, dan zit het niet. Dus vandaar dit make-uploze Becky. Ik ga eventjes iets eerder naar werk, want ik moet bij Printred moet ik eventjes wat printjes ophalen voor de etalageprijzen. Dus ik ga zo meteen alvast. Om dat eerst op te kunnen halen. En dan ga ik lekker werken. En dan vanavond naar Sterren van Holland. Ik ben echt heel benieuwd. We gaan het zien. Ik ben thuis van werk. Ik ben echt vliegensvlug aan het klaarmaken voor Sterren van Holland. Ik heb dit topje aan van Zara. Deze blazer van Alex. En dan een leren broek. Ook van Alex. En doe ik mijn alsers onder, want die zijn wat hoger. En ik dacht, dan doe ik dit tasje erbij. Dat is wel leuk met dat rode zo. Ik had echt geen idee. Ik ga zo meteen richting Biba. Ik ga nog eventjes mijn haar stylen. Ik moet voor Biep nog even een blazer meenemen. Ik heb een slaaptasje gemaakt. Met al mijn spullen ook voor morgen. Want ik moet morgen natuurlijk gewoon werken en gelijk doen naar mijn werk. En dan gaan we naar Sterren van Holland. Ik moet mijn ring nog even opnoemen. Maar ik ga nog olie in mijn haar doen. Dus dat hoef ik nog niet te doen nu. Oké, ik ga nog even een klein beetje mijn haar bijstylen. En dan ga ik zo meteen onderweg daar naartoe. Ik heb geen ruimte in mijn tasje voor mijn camera. Dus ik ga denk ik gewoon filmen met mijn telefoon. Want anders gaat het niet werken. Dus ja. Nou, ik leef weer. Het was gisteren echt heel erg leuk. Ik had natuurlijk gezegd dat ik echt dacht dat het kutfeest zou zijn. Omdat dat 3 jaar geleden ook zo was. Maar ik vond het oprecht echt heel gezellig. Ik had al iets te diep in het glaasje gekeken. Echt schamend altijd zo'n dag daarna. Maar goed, ik vond het wel heel erg leuk. Maar ik moest dus vandaag werken. Nou, ik heb me zo belabberd gevoeld. Ik kwam aan op werk. Ja. Nee, maar uiteindelijk ging het best wel goed. Ik stond met Robin, dus dat was gewoon heel erg gezellig. En chill, dus daar ben ik blij mee. Ik had wel echt enorme koppijn. Dat is nu gelukkig weg. Ik had zoveel zin om deze avond lekker op de bank te liggen in een nieuw joggingspak. Lekker zo'n zacht, vers joggingspak. Dus ik ben na werk eventjes naar Zara gelopen en heb deze gehaald. Dat is wel een leuk kleurtje. Dus ik lig nu heerlijk in mijn nieuw joggingspak. Gedoucht en al alles. Op de bank. Ik weet niet echt wat ik ga kijken. Maar ik zit gewoon een beetje op mijn telefoon TikToks te kijken en zo. Ja, ik ben wel een beetje moe. Dus ik ga denk ik niet heel laat maken vanavond. Ik ga ook niks doen. En morgen wil ik eigenlijk eventjes beginnen met een beetje het huis helemaal opruimen. Want Dagmar is dus deze week op vakantie naar Dubai. Dus ik wil gewoon dat als hij terugkomt dat het huis dat ze echt denkt. Wow, is hier een schoonmaakster geweest? En ik moet deze week best wel veel werken. Omdat Chevelle haar verstandskies wordt getrokken. Dus dan moet ik een dag voor haar invallen donderdag. Dus ik moet van dinsdag tot zaterdag elke dag werken. Dus morgen en maandag ben ik wel lekker vrij. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Daar kijk ik echt naar uit. Lekker chill en vrij. Het is vandaag zondag. En ik heb uiteindelijk gisteren toch nog een leuke gezellige avond gehad. Echt lekker chill avondje thuis. En vandaag ben ik alleen voor een hele week. Want Dagmar die is naar Dubai met haar vader. Echt super vet. Echt heel erg leuk. Maar dat betekent dat ik heel de week alleen ben. En dat is niet erg, want ik moet deze week ook veel werken. Dus ik ben toch niet heel veel thuis overdag, vooral niet. Echt super lekker weer vandaag buiten. Ik heb eigenlijk echt zin om iets buiten te doen. Om even lekker... Ik had eigenlijk zo graag even lekker vandaag een dagje naar Amsterdam gewild. Lekker lunchen, lekker winkelen. Maar goed... Iedereen is op vakantie. Oh, en ik moet ook nog eventjes voor een samenwerking zo meteen wat filmen. Dus dat ga ik ook doen. Ik denk dat ik dat met mijn camera ga doen. Want dan blijft die kwaliteit gewoon het mooiste. En ik wil er gewoon een mooie reels van maken. Beetje ingezoomd. Ik ben klaar met de keuken en met de woonkamer. Die heb ik nu allebei schoongemaakt. En dan ga ik van de week eventjes de badkamer doen. Want ik moet eerst even al die was wegwassen. Voordat ik dat echt goed kan doen. Ik ben heel eventjes dit... ding aan het opladen van Foreo voor samenwerking. Kan ik dat even filmen, maar ik ga eerst even zelf douchen.
Want Piep belde net. En we gaan straks eventjes gezellig ergens lunchen. Want het is echt super lekker weer buiten. Het is super lekker weer. Het zonnetje schijnt gewoon. Dus een beetje zonde om binnen dan te zitten. Dus dat is gezellig. Maar dan mag ik me wel even voor omkleden. Want kijk, heel mijn trui is ook vies van het schoonmaken. Maar goed. Oh. Dit is echt heel veel licht. Mijn haar is vies vet. Ik moet echt even gaan wassen. Maar ik ben dus eventjes naar de stad nog geweest met Piep. Was gezellig. Even lekker wat gegeten. En even naar wat winkels geweest. En ik heb dus wat dingetjes gekocht. Maar ik heb dus ook iets aan wat ik dus had besteld in de sale. Dat is... Oh, die zie je er echt geen reet van. Maar dat is deze rok van Sandro. Ik vond hem zo leuk voor de zomer met zo'n witte tube top erop. Ik vind hem eigenlijk leuker als die tube top zo zit. Dat je nog een beetje buik ertussen zit. Dus ik moet eigenlijk nog eventjes een wat kortere zoeken. Maar hoe leuk is dit voor vakantie? Echt heel erg leuk met... Blauw en turquoise en groen. Ook weer leuk met die nieuwe Chloe slippertjes erbij, dacht ik. En dat turquoise of mintgroene Jacquemus tasje. Hier aan de bovenkant zit hij zeg maar gewoon strak met een rits aan de zijkant. Hij heeft hier allemaal van die flappen hangen. En dan hier zit ook nog een split. Ik vind dit helemaal leuk. Is toch leuk? Ja, helemaal leuk. En ik heb ook nog wat dingetjes geboekt in de stal. Allereerst bij de Zara. Deze rok vond ik echt heel erg leuk. Alleen, dit is dus een XS en hij ziet er echt best wel groot uit. Maar ik heb het idee dat het een beetje een low-rise model is. Maar goed, dit is in ieder geval de code. Ik ga hem zo ook wel gelijk even passen voor jullie. En dan bij de Primark. Weer even twee setjes met nieuwe sokken. Die koop ik eigenlijk altijd bij de Primark. Lekker kleurtjes en valt het op. Dan raak ze niet zo kwijt. En je hebt dus bij de Primark heb je allemaal van die chille setjes voor gewoon om in te vliegen of lekker in te chillen. Of ja, gewoon als ondergoed eigenlijk. En ik heb dus al een grijze en een zwarte ervan. Maar ze hadden nu allemaal leuke kleurtjes. Dus ik heb deze groene meegenomen. Echt heel heftig en fel, maar ik dacht wel leuk als je bruin bent. Deze paarse vond ik ook wel echt een mooie kleur. En dan nog een roze. Allemaal een XS. En deze zijn echt maar 7 euro per stuk. En zitten gewoon heel erg chill. Zo, pardon. Ze zijn gewoon heel erg chill. Of om in te slapen. Of om in te vliegen. Of om in te chillen. Of ja, die zijn gewoon heel erg chill. Ik ga even het rokje van de Zara passen. En aan jullie laten zien. Kijk, als ik hem dus op de hoogte doe, ik hem normaal zou dragen. Is echt veel te groot. Dus daarom heb ik het idee dat het zo'n low-waist model is. Maar ik weet niet of dit helemaal bij mijn figuur past. En of ik dit echt iets voor mij vind. Maar ik denk dat hij wel low waist hoort. Want anders is hij ook echt mega kort. Ik vind hem wel heel erg leuk. Maar ik weet niet of dit echt iets voor mij is. Maar goed, die in ieder geval. Ik weet niet of ik die ga houden. Ik ga eventjes olie en zo in mijn haar doen. Lekker even in laten trekken. Zodat ik zo meteen kan douchen en het eruit kan spoelen. Dat mijn haar morgen gewoon normaal zit. Dus dat niet zo'n hele spannende avond verder. Maar prima. Voordat ik deze weekvlog ga afsluiten. Wilde ik jullie nog eventjes mijn nieuwe bed laten zien. Voor de mensen die mijn weekvlogs vaker kijken. Die weten dat ik een paar weken geleden had verteld. Dat ik een nieuw matras zou krijgen van Emma Sleep. En die is vorige week binnengekomen. Ik heb er al heel de week op gelegen. Want ik dacht... Kan ik jullie eventjes iets beter vertellen wat ik ervan vind en hoe die bevalt. En hij bevalt echt heerlijk. Hij ligt zo lekker zacht. Zo zien jullie natuurlijk helemaal niet goed met die deksel erop. Dus ik zal het zo meteen eventjes laten zien als ik de deksel eraf heb gehaald. Maar ik heb dus het hybrid matras van Emma Sleep. Die ook het beste komt uit de test. En ik vind echt een heel lekker zacht matras. Hiervoor had ik een matras nog met veren erin. Hij was echt super oud. En dat merkte ik op dat moment niet. Maar sinds ik het nieuwe matras heb, merkte ik dat dus wel. Ik heb altijd super veel moeite met in slaap komen. Het kon bij mij gewoon echt 1,5 uur duren voordat ik mijn plekje had gevonden en goed in slaap viel. Afgelopen week heb ik daar dus geen last van gehad. Ik weet niet of het toeval is dat ik afgelopen week dus een nieuw matras had. Of dat het echt aan het matras ligt. Maar ik vind het in ieder geval echt super fijn. Ik word super lekker uitgerust wakker. Het ligt heel zacht. Ik ben echt heel erg blij met dit matras. Toevallig vertelde mijn opa en oma dat zij ook al heel erg lang een Emma Sleep matras hebben. En dat zij hem ook echt heerlijk vinden. Dus ja, dat was heel toevallig en grappig.
Maar ik ga je nu eventjes het matras laten zien. Zo zie je er natuurlijk geen reet van. Dit is het matras. Er zit nu natuurlijk een sloop omheen. Maar die wil ik eventjes afhalen zodat jullie het kunnen zien. Dit is het matras en hij is zo lekker zacht. En hij is dus lekker hoog en dat vind ik echt heel erg lekker dat je wat hoger in je bed ligt. En niet zo vlak op de grond. Ik moet wel eventjes een nieuwe omtrek kopen. Want deze past er net niet helemaal omheen. Maar dit is dus het matras. Je ziet al dat het echt super lekker zacht is. En kijk hier. Zie je dus al die verschillende lagen. Echt een top matras. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik wil Emma heel erg bedanken voor dit heerlijke matras. En voor de goede nachtrust die ik nu heb. Oh, heerlijk. Dus dat wilde ik jullie nog eventjes laten zien voordat ik deze vlog ging afsluiten. Ga ik hem bij deze nu wel echt lekker afsluiten. En wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Linkje van dit matras zou ik trouwens eventjes in de beschrijving zetten. Voor mensen die ook op zoek zijn naar een nieuw matras. Ik heb er dus al een beetje op geslapen. En hij ligt echt heerlijk. Dus ik zou hem zeker aanraden. Zoe heeft hem ook gekregen voor een samenwerking. Was er ook super tevreden over. Zoals ik al zei, mijn opa en oma slapen dus ook blijkbaar al heel lang op een Emma Sleep matras. Dus ja, zeker een aanrader. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En tot de volgende!